Bilfinger. HVC is een moderne nutsbedrijf van en voor aanlouders. Onze aanlouders zijn gemeentes en waterschappen. Nou, de ambitie van ons is dat onze aanlouders om doelstellingen gaan halen op het gebied van het recyclen van afval en op het gebied van duurzame energie. Daar leggen wij warmtenetten voor aan, zoals hier in Alkmaar en ook in Dordrecht, maar ook op het gebied van zonne- en windenergie. Nou, Tewinon speelt een belangrijke rol bij ons bij de engineering van de warmtenetten. We zijn in 2002 gestart op de Boekelemeer. Ook toen was Tewinon al onze partner. En dat gaat de laatste tijd steeds harder. We gaan nu naar Heergewaard en Langendijk. Dat zijn grote afstanden. Ja, daar heeft Tewinon ook al engineering voor gedaan. HVC die wil ontzorgd worden. En daarom heeft Tewinon het ontwerp van het tracé op zich genomen. Met name het aantal belanghebbenden, stakeholders, de beschikbare ruimte en de korte tijdsperiode die Tewinon had voor het ontwerp, maakt dit project uitdagend. Heel veel afstemmen dus met alle partijen en toch nog een tracé vinden in een drukke ondergrond waar weinig ruimte is voor de grote leidingen toch, en er zijn er twee. Maar de grootste uitdaging de laatste tijd is wel dat we steeds meer door bewoond gebied gaan. Waar we vroeger warmtenetten vooral aanlegden in nieuwbouwgebieden, wat makkelijk is, want die bewoners zijn er nog niet, gaan we nu dwars door de bestaande stad. En er wonen mensen, er werken mensen, er fietsen mensen. Nou, de weg moet opengebroken worden, de fietspaden moeten omgelegd worden. En dan is omgevingsmanagement, dat is een mooi woord ervoor, dat is heel belangrijk. En dat doet Tewinon ook voor ons. Soms zien we een riool over het hoofd of liggen er toch dingen in de grond die we niet hadden voorzien. En dan maken ze ter plekke een oplossing, zodat we altijd verder kunnen. Dus dat is ook heel belangrijk dat ze dat doen.